Hallo, dit is het vijfde filmpje over weer en klimaat voor havo-bovenbouw, natuurkunde. En het gaat over de temperatuur op aarde. Nou, opgave 21. Redeneer wat het effect is van de gemiddelde temperatuur op aarde van, en er zijn vier dingen die je moet bekijken, een afname van de hoeveelheid ijs en sneeuw op de polen. Nou, staat hier netjes uitgewerkt. Sneeuw die heeft een hoge albedo, dat betekent dus dat het veel straling terugkaatst. En als je de hoeveelheid sneeuw en ijs vermindert, dan wordt er dus minder zonlicht teruggekaatst. En dan wordt er dus meer geabsorbeerd. Dan zal de temperatuur op aarde stijgen, gemiddeld. Een toename van de hoeveelheid stof in de atmosfeer, wat heeft dat voor gevolgen? Nou, dat betekent dus dat een kleiner deel van de straling van de zon maar de aarde bereikt. En een deel wordt de teruggekaatste ruimte in door het stof. Dat betekent dat de gemiddelde temperatuur zal dalen. De toename van de bewolking overdag. Als de bewolking overdag is, dan zul je ook een daling van de temperatuur krijgen. Omdat ook een extra deel van het zonlicht zal worden teruggekaatst. En niet het aardoppervlak bereikt. Dus vandaar die daling. En een toename van de bewolking 's nachts. Ja, dan is het juist andersom, hè. Dan is er geen instraling van de zon, s'nachts natuurlijk, maar het is wel straling van de aarde zelf die al wordt gegeven aan de ruimte, maar die wordt dan weer voor een deel teruggekaatst door de wolken. Dat betekent dus dat de gemiddelde temperatuur zal stijgen. Oké, gaan we naar 22. In deze opgave bereik je de temperatuur van de aarde als er geen broeikaseffect zou zijn. De invallende zonnestraling heeft een gemiddelde intensiteit van 1,4 kW per vierkante meter. Of een 1,0 kW per vierkante meter bijdrage aan de temperatuur van de aarde. Wat gebeurt er dan met de rest? Nou, die wordt weer kaatst. En als je dat gaat even kijken, dat albedo moet ongeveer 30% zijn. Nou, als je gaat kijken, 0,4 van 1,4, dat is inderdaad ongeveer 30%, dus dat klopt wel. De bundel zonnestraling die op de aarde valt is cirkelvormig, zie figuur C38. Je ziet dat. Deze bundel valt in op één kant van de aarde, omdat de aarde om haar as draait, wordt het hele aardoppervlak bestraald. Dus hier heb je de as, die draait erom. Ja, dan komt de achterkant komt er een beetje tevoren, dan komt hij weer achter en weer voor enzovoort. Daarom wordt de warmtestraling in alle richtingen uitgestraald. Oké. De oppervlakte van een bol is, meestal R is Vpi maal R in het kwadraat. Leg uit dat de gemiddelde uitgestraalde intensiteit maar 0,25 kW is. Oké, nou, de invallende lichtstraal valt op die cirkel, de straal van die cirkel is R, opvang die cirkel is pi maal R in het kwadraat. De uitgestraalde lichtstraling, die wordt gestraald door, niet alleen door deze cirkel, maar door het hele oppervlak van de aarde, en dat is, oppervlak is 4 maal pi R in het kwadraat. Dan zie je dus dat de invallende lichtstraal is pi R kwadraat, 1 keer pi R kwadraat, de uitgestraalde is 4 maal pi R kwadraat, nou, vandaar kan het 1 gedeeld door 4 is 0,25 kW. Daar komt die vandaan. En waarom 0,25 kW? Omdat de invallende hoeveelheid die was 1. Dat staat hier, hè, 1 kW per vierkante meter. En een kwart ervan is dus 0,25. Nou, bereken dan met de wet van Stefan Boltzmann de evenwichtstemperatuur. Dit is dus dat gebeurt hier. De intensiteit is een constante maal de temperatuur tot de vierde macht. En die constante, dat is deze, die kun je in de Binas tabel 7a opzoeken, dat is de constante van Stefan Boltzmann. De invallende intensiteit is dus 0,25 kW per vierkante meter, dat zagen we in B. Nou, als je die allebei invult, dan hou je dus alleen de temperatuur over. Hier, dat zie je niet gedaan, zie ik, maar als je hier 0,25 invoegt en hier die constante, dan is de temperatuur tot de vierde macht natuurlijk 0,25 gedeeld door deze waarde. Op de getallen, en dan haal je dan de vierde was wortel uit, en dan vind je 258 Kelvin. En afgerond 2,6 tot de tweede Kelvin. Als je dat in graden Celsius hebt, moet je de 273 afhalen, dus dat is een min 15 ongeveer graden Celsius. En dat is zonder het nulpunt. Dus als er geen Broeikaseffect zou zijn, dan zouden we allemaal het afvriezen. Oké, gaan we naar 23, tenminste, dat probeer ik. Ja. Bij een faseverandering wordt veel energie opgenomen of afgestaan zonder dat de temperatuur verandert. Om daarvan een indruk te krijgen, meng je 100 gram ijs met 400 gram zoutwater. Beide stoffen hebben een temperatuur van 0 graden Celsius.
Door het opgeloste zout is de smeltpunt van zout water lager dan 0 graden Celsius, verwaarloos warmteuitwisseling met de omgeving. Leg uit waarom de temperatuur van het mengsel van ijs en zoutwater daalt als het ijs smelt. Nou, je moet natuurlijk om ijs te smelten, heb je warmte nodig. Die wordt onttrokken door aan het koude water natuurlijk. En dat zal daardoor afkoelen. Ja? Neem aan dat als het ijs helemaal smelt en de vloeistof die ontstaat niet meer vriest. De vloeistof heeft een soortelijke warmte van 4,10 joule per kilogram per Kelvin. Bereken de eindtemperatuur van het mengsel. Nou, dan ga je kijken wat er aan smeltwarm, wat er loskomt, wat er nodig is voor het smelten van het ijs, zeg maar. Dat is de smeltwarmte van ijs maal de massa van het ijs. Nou, de smeltwarmte van het ijs kun je opzoeken in de binnenstabel 11, 34, 10 tot de derde, kan ik niet goed lezen. En massa is 100 gram, oftewel 0,1 kilo. Nou, als je die met elkaar vermenigvuldigt, krijg je dus 3,34 maal 10 tot de tweede joule. Dat is wat er aan energie nodig is om het ijs te laten smelten. Waar komt die energie vandaan? Uit de temperatuurdaling van de vloeistof natuurlijk. Dus de hoeveelheid, die Q hier, dat is hetzelfde als deze. De massa van de vloeistof die is bekend. De soortelijke warmte van die vloeistof is ook bekend. Die werd net gegeven, dat staat hier. Hè? Deze waarde. En de massa was 400 gram. En dan hou je alleen delta T over. Nou, dus heel de massa is dus een half kilogram. Die soortelijke warmte die werd gegeven, 4,010 tot de derde. En die energiewaarde, dat was deze, die vul je dan allemaal netjes in. In deze formule, dat is hier gedaan. Hier staan ze, alle drie. En hou je alleen delta T over. Nou, delta T is dan 33,410 tot de derde, gedeeld door een half. En gedeeld door 4,010 tot de derde. Dan kom je uit op 16,7 graden Celsius. Significant min 17 graden Celsius. Dus de temperatuurdaling is 17 graden Celsius. Nou, opgave 24 dan. De temperatuur van het zand in de Sahara verandert steeds als gevolg van instraling en uitstraling gedurende de dag. De instraling van licht is natuurlijk overdag en de uitstraling van warmte en licht, warmte met name natuurlijk, is 's nachts. Dus overdag zal de temperatuur stijgen van het zand en in de nacht zal die dalen. Leg me het uit van de figuur C90 waar de zon dus opkomt. Nou, hier staat het. Tijdens de nacht koelt het af door uitstraling van warmte. Komt de zon op, dan neemt de straling toe en dan neemt de temperatuur dus op een gegeven moment weer toe. Dus, wanneer is dat? Nou, dat is dus ongeveer hier, hè. Dus net iets voor 6 uur. Misschien zelfs al een beetje. Hier is het overduidelijk. Hier neemt de temperatuur toe. Hier begint het al te dalen. Dus dan is de zon waarschijnlijk ook al op. Dus nou ja, je ziet dus om ongeveer 6 uur dus. Door die redenen kan er maar 10% van de op aarde vallende zonne-energie. Sorry, ik ben een keer opgave. 24B, niet 25B. Leg uit waarom dat de hoogste temperatuur niet wordt bereikt om 12 uur als de zon het hoogst staat. Om 12 uur staat de zon op het hoogste punt en is de instraling het grootst, maar de temperatuurstijging ligt altijd een beetje daarop achter. Zolang de instraling groter is dan de uitstraling, blijft de temperatuur stijgen. Dit is ook nog wel even ietsje nadat de zon op het hoogste punt is geweest, dus vandaar. Je ziet dat het eigenlijk pas dat zit best wel veel tijd tussen, dat is wel 4 uur. Ja, dus de temperatuur gaat pas dalen als de uitstraling groter is dan de instraling, en dat is niet om 12 uur. Dan is de instraling wel op het hoogste punt, maar is hij nog steeds groter dan de uitstraling. Dus vandaar dat het later is. De Caraïbische Zee ligt op dezelfde breedtegraad als de Sahara. De in- en uitstraling in de loop van een etmaal zijn dus vergelijkbaar. Neem aan dat de gemiddelde temperatuur gedurende een etmaal even groot is. Stel dan met IFRC 39 grafiek voor het zeewater. Nou, dan moet je kijken naar de soortelijke warmte van zeewater en van zand. Soortelijke zee en die verschilt natuurlijk. En zeewater heeft een veel grotere soortelijke warmte dan zand. Dat kun je opzoeken in de BINA's, kun je ze vergelijken. En als je een grotere soortelijke warmte hebt, dan heb je dus meer energie nodig voor een temperatuurstijging of een temperatuurdaling. Nou,
je kan hier duidelijk zien, de energieinstraling en de uitstraling is bij beide plaatsen ongeveer hetzelfde, maar je ziet duidelijk dat bij het water de temperatuur veel minder snel stijgt en daalt dan bij het zand. Nou, het exacte van de grafiek, van deze grafiek is natuurlijk, dit is natuurlijk een geschetste grafiek. En je kan wel dat ongeveer bepalen als je de soortelijke warmte vergelijkt. Maar wat belangrijk is in deze opgave is dus niet dat je precies exact grafiek goed weet te tekenen, maar dat je weet te redeneren dat de soortelijke warmte van het water groter is dan die van het zand en dat dus de temperatuurverschillen kleiner zijn bij dezelfde in- en uitstraling van energie. Dat is waar het om gaat. Oké, gaan we naar opgave 25. De invallende zonnestraling op aarde levert een vermogen van 1,4 kW per vierkante meter. Op het aardoppervlak kun je deze zonne-energie opvangen met een zonnepaneel. Noem drie redenen waarom de gemiddelde opgevangen vermogen veel lager ligt dan die 1,4 kW per vierkante meter. Hier staat een heel rijtje van die voorbeelden. Die kan ik gewoon even voorlezen, want die zijn gewoon goed. Voor de zonnestraling wordt een deel weerkaatst. Nou, de atmosfeer absorbeert een deel van de straling. En de maximale waarde van de straling vind je alleen bij loodrechte inval. Ja. Dus dat zijn al drie redenen. Goed, gaan we naar B. Door die redenen kan er maar 10% van op aarde invallende zonne-energie benut worden. Het rendement van de omzetting van de zonne-energie in elektrische energie bedraagt 13%. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt in een jaar ongeveer 3,5 x 10 tot 30 kWh aan elektrische energie. Bereken hoeveel kubieke meter zonnepaneel daarvoor nodig is. Neem aan dat je elektrische energie dan opslaan tot je het gebruikt. Nu, dat is een vrij gecompliceerde berekening. Hè? Eerst moet je, aan het eind ga je het aantal kubieke meter zonnepaneel berekenen. Daarom moet je de hoeveelheid energie per jaar nodig hebben. En de omgezette hoeveelheid energie per kubieke meter, per vierkante meter. Dat doe je op het laatst. Maar eerst moet je de omgezette energie per vierkante meter berekenen. Dan heb je het omgezette vermogen voor nodig. En de tijd dat de zon schijnt in een jaar. En het omgezette vermogen per vierkante meter. De berekening uit de intensiteit van de straling en de verliezen in de atmosfeer en het rendement van het zonnepaneel. Dus dat is een hele, zijn drie stappen. Ja, dus de laatste stap, de ene laatste stap en de eerste stap. En die worden hier, hier en hier worden die gedaan. Nou, daar gaat hij. De intensiteit van de zon is 1,4 kilo per vierkante meter, dat is gegeven. Opgevangen is 10% daarvan, dat is dus 0,14. Omgezet is weer 13% daarvan. En dat staat hier, die 13%. En hier 10% en daar 30% en dit is wat er in kwam. Dus dat betekent dus dat je weer 13% van 0,14 hebt. Dat is 0,0182 kilowatt per vierkante meter. Ja, dus met andere woorden, 1 vierkante meter zonnepaneel heeft 0,0182 kilowatt aan vermogen. Oké, hoeveel energie heb je dan per jaar? Nou, hoe goed, dat doe je met energie is vermogen maal tijd. Vermogen weten we dus nu. Moeten we de tijd bepalen. 360,25 maal 24 is zoveel uur en dat, oké, 8766 uur. Van de 24 uur heb je ongeveer de helft van de tijd zonnestraling, dus dat is dan nog eens een keer de helft daarvan. 43,83 uur in een jaar zonnestraling. Nou, oké, dus 1 vierkante meter zonnepaneel levert aan deze hoeveelheid vermogen, maal zoveel uur. Dit is kilowatt, dit is uur, dus dan krijg je dit in kilowattuur, dat is mooi. 79,77 kilowattuur in een jaar. En wat had je nodig? Nou, dan staat een opgave, je hebt zoveel nodig, 3,5 x 10 tot de derde kilowattuur in een jaar, dat is deze waarde. 1 zonnepaneel, vierkante meter, levert zoveel, dus hoeveel vierkante meter heb je dan nodig? Ja, die twee op elkaar delen natuurlijk, dat gebeurt hier. Nou, dan komt dus uit 44 vierkante meter zonnepaneel heb je nodig. Dat was het.